But only win, never lose. Cause the only thing we ever share be the truth. We gon' feed the fire till it's burning down the roof. Focus on your heart cause the feels be the proof. Yeah, cause wie komt uit Dordrecht? Wie woont hier? Ja, ja, ooit. Weet jij, ken jij iemand belangrijks hier? Nee? Bent u heel belangrijk? Ik ben de zus. Oh, de zus. Nou, hier, heel belangrijk. Niks belangrijker dan een zus. Is dat je zus? Oh, en wie ernaast zit ook? Oh. Een vriendin. Oh, geweldig. Nou, welkom, leuk. Oh, hallo. Ja, er is ook een beetje pers hier en daar. Nee ja, er zijn ook hele belangrijke mensen hier in Dordrecht en we hebben er eentje gevonden en die is zo super vriendelijk geweest om hier te komen. Dat is de wethouder van Dordrecht. Even kijken, waar zit hij? Ja, daar zit hij. En ik mag Peter tegen de wethouder zeggen. Peter, zou je misschien even gezellig bij mij willen komen staan? Hallo, dit is Peter jongen, de oudste. Peter viert vandaag een feestje met ons. En dat vinden we echt helemaal leuk. Maar ja, we willen natuurlijk niet de hele middag alleen maar saaie dingen horen. Vooral jullie niet. Dus we hebben iets leuks bedacht. Hè? En er zijn twee hele leuke kinderen die heel graag Peter allemaal dingen willen vragen over verjaardagen. Dus Peter, mag ik jou uitnodigen om op deze stoel, de middelste stoel toch jongens? Ja. En moet hij dan dat gekke ding ook om zijn nek doen? Vind ik ook. Zo. Ik hoop niet dat je allergisch bent voor veren, want dan heb je straks een rode nek. Kijk, zie. Nou, hij is klaar voor een feestje. Welke herinnering hebt u aan, aan uw eigen kinderfeestje? Ik heb heel veel herinneringen. Ik heb heel veel verschillende soorten feestjes gehad. Soms gingen we met vriendjes naar het zwembad. Dat hebben we een keertje gedaan, maar ik kon niet zo heel erg goed zwemmen. Dus toen heb ik wel tegen mijn ouders gezegd, de volgende keer wil ik iets wat ik zelf ook goed kan. Dus toen zijn we nog een keer wezen voetballen. Een soort speurtocht in het bos, dat vond ik ook heel erg leuk. En we zijn een keer naar het strand geweest, dat vond ik heel erg leuk. Ja, en op het moment dat je wat ouder wordt, ga je natuurlijk heel wat andere dingen doen dan als je nog wat kleiner bent. Want dan blijf je vaak nog wat dichter bij huis of dan ga je knutselen, dingen versieren. Dus het is, ik heb er wel heel veel leuke herinneringen aan. En ook al dat mijn vriendjes, die kwamen dan altijd. En dan nodigde ik altijd mijn vriendjes uit waar ik heel veel mee speelde. Maar mijn ouders zeiden ook altijd van, je moet ook één iemand uitnodigen met wie je eigenlijk nooit speelt. Of die niet zo vaak op feestjes komt. Want dat is gezellig, dan leert zo iemand ook weer nieuwe kindjes kennen. Dus dat deden we altijd. En soms aan het begin dacht ik van, ja, maar ik ken diegene niet zo goed, maar dan nodigde ik hem toch uit. En dan was het altijd een heel erg leuk feestje. Dat kan ik me goed herinneren. Heeft u kinderen? Ik heb kinderen. Wij hebben drie kinderen. En eentje is nog een babytje van 4 maanden. Dus die viert nog niet zoveel feestjes. Ja, soms 's nachts een beetje, dan vindt zij een feestje. Dan worden wij er weer wakker van. Maar de andere kinderen die zitten op de basisschool. Die zijn 6. En die houden wel van een feestje geven. En ook wel van spelen. Dus dat kunnen we ook altijd goed combineren. Ja. Yeah.